welkom bij FC Utrecht tegen Vitesse. Over een paar minuten gaan we hier daadwerkelijk beginnen. Meegereisde Vitesse supporters, ja, het is niet zo heel ver. En voordat we dadelijk aan de wedstrijd officieel gaan beginnen, zal de aftrap verricht worden door staatssecretaris Van Rijn. En dat heeft alles te maken met actie Stoptober. Eerst maar de opstelling van Utrecht. Nagoini. Daar links achter Ramsla Ayoub Jansen op het middenveld. Voorin Haller en Barazit. Wat zijn ze opgelucht bij Utrecht dat hij er is, dat hij niet getransfereerd is. En dat ze in ieder geval nog een half jaar van hem kunnen blijven genieten. Deze man kennen we nog. Maar dan verkleed als Indiaan. De wilde haren zijn er een beetje af, maar niet helemaal. Nee, het is DJ Martel natuurlijk. Hij leek er heel erg op. DJ Martel die ervoor gezorgd heeft dat Haller ontdekt werd. Nou, deze bal raken, dat moet een staatssecretaris toch wel lukken. Hij kan maar beter in deze tijden niet geblesseerd raken. Kan me zo voorstellen. Hij zal dus met zorg trappen. Nou, dat heeft hij gedaan. Symbolische aftrap. Allemaal in het teken van de actie Stoptober. In de maand oktober wordt de aandacht gevestigd. Dat het Gieter was niet meer is om niet er ook een aantal coryfeeën van Utrecht. We gaan daar een maand lang aan proberen mee te doen, waaronder Jan van Halst. Goed, de opstelling van Vitesse, de concentratie bij Barazite. Partner voorin bij Utrecht met Haller. Vitesse heeft er een tactisch spelletje van gemaakt. Room, drie man achterin, Kruiswijk, Kasia en Dix. Dan daar weer voor Olinik, Beker, Nakamba en Kazashvili en Nathan, Daura en Rashica. Zijn de voorhoedenspeler. Het is eigenlijk ook een ruit op het middenveld, maar dan toch ook weer niet helemaal. Tikkie aangepast op het spel van FC Utrecht. En als het tactisch allemaal uitkomt, zoals Bos het heeft neergezet en zijn spelers uitgelegd. Ja, dan heeft, maar dat allemaal op papier, want we zijn nog niet begonnen. Utrecht een kleine tactische achterstand. Maar hoe gaat het in de praktijk? We gaan het zien. Hier is Kasia. Met de eerste paas in de richting van Nathan. Doorgelopen is ook Dauda. Utrecht speelt dit seizoen achterin met vijf mensen. Dan drie man daarvoor en twee daarvoor. Maar ook dat is natuurlijk zo flexibel als de zool van een spiksplinter nieuwe schoen. Daar speelt Strieder. Maar die zal ook voor zijn verdediging te vinden zijn. Bal terug naar Room. Links achter. Verdedigd door Gagnoni. Ayoub, Barazit. En daar aan de linkerkant achterin speelt Kruiswijk, die hem nu doorspeelt. Althans, dat was de bedoeling in de richting van Nathan. De jonge Braziliaan die meteen indruk heeft gemaakt. Een zeer vaardige speler. Pas 19. Door Chelsea meteen gestald bij Vitesse. Dat is niet zo best. Wat Kasia daar deed, die bal in de breedte geven. Daar komt Vitesse goed weg. Zo zijn de statistieken in het voordeel van FC Utrecht. Vorig seizoen spectaculair. Uit en thuis, 3-1 en 3-3. 3-3 was de laatste wedstrijd van het seizoen. Hier kwam Utrecht toen aanvankelijk achter. Room krijgt niet zoveel tijd, blijft rustig. Balletje aangenomen door Kazashvili.
Die hier nogmaals. Een goede voortzetting zorgt aan de rechterkant. Wacht Rasica. Maar zover komt het voor ons nog niet. Uit de rug van Nagoni. En dat is een grote kans. En dan maakt Kazashvili in de rebound een overtreding. Van de Marel stopt de inzet van Kazashvili. Die hier in de vierde minuut voor een grote kans wordt. Rasicki uit de rug weg bij Nagoni. Dan had hij meer mee moeten. Kasia. En daarachter Kruiswijk. In de richting van Dauda. Dus vooruit. Die niet hoefde in te grijpen bij die inzet van Kazashvili. Dat van de Marel daar stond. Van de Marel die vrijdag niet trainde. Dat betekende dat gespeculeerd werd dat Lewin wel eens zou kunnen spelen. Maar zo is het niet. Kasia. Kruiswijk. Nathan. Snel. En doorgaans ook zeer handig. Maar hier komt hij er toch even niet uit. Tegen Kleiber. Die keurig naar de bal blijft kijken. Martel van de bal gelopen. Vooralsnog probeert Vitesse dat te doen, wat Bos heeft afgesproken. Drie man dus achterin. En dat heeft al een serieuze kans opgeleverd voor Kazashvili. Olinik, Nathan. Nathan. Daar heeft Ruiter geen probleem mee. Blijkbaar toch nog een paar dingetjes helemaal duidelijk maken. Hij was nieuwsgierig, Erik ter Hag, hoe Vitesse het zou doen tegen zijn opstelling. Nou, vooralsnog heeft zijn ploeg aardig wat problemen. Dauda aan de rechterkant, hier. Weer de ruimte. In dit geval maakt Rasica daar niet het beste van. Nakamba. Kasia zocht, maar vond Dauda niet. Parasiet. Ayoub. Meteen is Vitesse weer fel met Beker onder andere en ook Kazashvili. Dus moet het even terug. Van der Marel. Haller.
Hij kreeg geen tijd. Kasia deed dat goed. Lijkt erop dat Utrecht zo'n beetje in de gaten heeft wat in het begin plannetjes waren van Vitesse. Daar iets meer op ingesteld nu. Maar het blijft overeind dat Vitesse een paar vaardige voetballers heeft. Zoals Nathan die hier opent. Nakamba. Kazashvili. Nathan. Hier is Strieder. Die de bal inlevert bij Kruiswijk. Normaal gesproken toch tegen de gewoonte in van Strieder. Zeer balvast. Die meestal wel bij een medespeler krijgt. Nu dus niet. Misschien wel een beetje tekenend voor de fase waarin Utrecht zit. De beginfase van de wedstrijd, daar zit Vitesse ook. Maar Vitesse beduidend beter in dat begin. Kan ook zo voorbij zijn natuurlijk. Strieder. Naar de ingreep van Letschert. Ayoub. Barazit. Door de been. En dan komt daar de eerste kans voor Utrecht aan. En de ingreep van Room. Moest. Goed gedaan. Keurig wordt Olinique door de benen gespeeld. Kleiber blijft dan rustig. En Room toont aan dat het een goede doelman is. Die nu blijft staan. Maar Barazit probeert te koppen. Krijgt een duwtje. Dat vindt Nijhuis allemaal niks. Niet de moeite althans voor het fluiten. Wat een mooie beweging. Van Nasser Barazit. Zo elegant iemand door de benen spelen. En ook nog dat het nut heeft. Hier. En hij weet het. Olinique. Ik ben hier even verschrikkelijk gepiepeld. Maar het loopt voor hem goed af. Voor hem wat minder. Maar Utrecht heeft zich middels deze actie ook nadrukkelijk in de wedstrijd gemeld. Nou, hebben we dus allebei nu een grote mogelijkheid gehad. Kazashvili en Kleiber. Strieder. Ayoub, afgejaagd door Nakamba. That's it. Jansen. Agnioni. Haller is behendig. Strieder. En Kasia is laatste. Nog niet zoveel tijd. Want dat was ook Ramselaar. Barazit. Het was wat al te fors doorgaan. Barazit onder de ogen van Nijhuis. Beker staat snel weer op. Dat scheelt waarschijnlijk in de strafmaat voor Barazit. Want die is te laat. Barazit betuigt de spijt en zal ook wel dankbaar zijn dat hij snel opstond, Beker, en niet doorrolde. Dat maakt het voor Nijhuis ook wat makkelijker om het af te doen met slechts een vrije trap. Zo kan het dus ook. Lewis Beker. Dat was een mooi staaltje van sportief gedrag.
Krasica. Snel gegeven. Een aardige actie. Alleen de voorzet. Mispositie. Kleiber komt daartussen. En Haller probeerde het dan nog een stukje verder richting Ramselaar. Ro. Met de aanstormende Haller in de buurt. Haller. Daar is ruimte voor Barazit. Goed, Dix op tijd. Jongeman, nog altijd 18, volgende maand 19. Kevin Dix. Voor de Marel. Kleiber, goed meegedaan. Pasen richting door Ramselaar was net niet goed, maar wel wat leven. Daar is Kleiber weer. En Ro loopt weer verder het doel uit. En als je dat doet, dan moet je die bal ook hebben. En dat is zo bij de doelman van Vitesse. Ayoub. Jans. En dan daar toch weer Kleiber. Die veel meekomt en ook niet gehinderd wordt. Daar ligt wat ruimte voor Utrecht. Ayoub. Bal doorgekopt en binnengeschoven. Jansen. 15e minuut, Utrecht op voorsprong. Willem Jansen, de maker. Hoekschop, doorgekopt bij de eerste paal. En Jansen met zijn eerste van het seizoen. En na wat moeizaam begin was er al eerder een grote kans. En hier staat Jansen wel helemaal vrij. Maar kan zelfs Rome niks meer aan doen. En zo wordt dat gevierd. Keurig ingestudeerde hoekschop. Jans. Niet bij Halle. Maar het is hem nu wel even vergeven. Na die treffer van zojuist. Mooi doorgekopt, Ramselaar en dan Jansen. Maar wat stond die vrij, zeg. Olinik. Normaal gesproken is dat de tegenstander van Jansen hier ook nu weer. Maar bij die hoekschop was hij er niet. Ik weet natuurlijk niet wat de afspraken zijn bij Vitesse, maar ze werden in ieder geval niet nagekomen. Dat was nog aangeraakt. Goed begin, maar nu toch even wat teleurstelling daar bij Maas. Thomasson en Bos. Een drietal. Hoog opgeleide bij Vitesse. En Ruiter. Dat moest even. Listig balletje van Beker. Die als geen ander met rechts en met links even goed een gevaarlijke trap. Hier lag links natuurlijk voor de hand. Ruiter had er het oog en de vuist tegen. Het oog in, de vuist tegen. In die volgende.
Ruiter. Een beetje daar gehinderd. Maar heeft dan blijkbaar toch die bal nog een beetje aangeraakt. Goed schop aan de andere kant. Ja, half en half. Dus hoekschop nu aan deze kant. Lewisbeek. Ruiter is daar de bal kwijt, maar dan wordt er tegen hem aangeschoten. Maar van dichtbij is er dan toch alsnog raak. Kasia is de maak, de aanvoerder. De Ruiter mag het zichzelf aantrekken. Want ja, die bal komt daar in eerste instantie dicht bij hem en dan moet je hem hebben. En dan kan hij in eerste instantie nog redden. Maar in tweede instantie is hij dan kansloos. Kasia één keer. En dan de tweede keer wel. Met rechts. De tweede keer. Ruiter. Eén keer de fout goed gemaakt, maar de tweede keer was dat niet meer te doen. Het is een leuk potje waar Vitesse inderdaad doet wat het beloofd heeft, aanvallen wanneer het kan. Proberen Utrecht te verrassen. Ik werd zelf ook verrast door die hoekschop. En uit een hoekschop scoort ook Vitesse. Stilstaande situaties worden steeds belangrijk. Al was deze nou niet zo heel erg op die manier ingestudeerd, neem ik aan. Van, we nemen die corner en dan schiet ik hem twee keer tegen de keeper en de derde keer raak. Zo zal het niet gegaan zijn. Die van Utrecht was wel heel mooi uitgevoerd. En zag er wat meer ingestudeerd uit. Goed gedaan van Gagnoni, maar het vervolg niet. Daar is Ashvili. Beker. Kruiswijk. Marl, Baraziet, Jansen. De Ramselaar werd hard aangepakt. Room moet komen. En dat doet hij. Attent. Nakamba. Leek die bal niet helemaal lekker aan te nemen, maar profiteert daar juist van. Daardoor kwam Ayoub wat gretig in. Nakamba nu keurig van de bal afgehouden door Van der Marel. Marvelous Nakamba. Wat een mooie naam. Van der Marel in de richting van Baraziet. Kasia wint. Jansen. Niks aan de hand. Al leek daar even het handje van Strieder bij te zitten. Bij Rasica. Maar die ging ook wel een beetje snel liggen. Jansen gaat. Vergeefs. Nu krijgt hij hem, maar staat hij gedekt. Dus krijgt hij hem niet. Nu wel via. Haller wijst. Kleiber. Baraziet. Wat een mooie beweging. Wat een sierlijke voetballer is dat toch. Het heeft even geduurd, maar je ziet toch wat alweer in een behoorlijk lang verleden grote clubs als Arsenal in hem gezien hebben. Strieder.
Hij is handig. Rovica, maar het loopt toch stuk op de wilskracht van Jansen. Barazit. Het is waar Utrecht de sterke spelers voor heeft. De snelle man ook. Ramselaar. Is er eentje van. En als het niet helemaal soepeltjes gaat, dan toch ook de sliding. En de ijver om alles weer goed te maken. Kleiber was daar nu eentje van. Ja, dat is dan wel een beetje zonde van de energie die Kleiber erin stak. Want wat hij er daarna van maakt. Ten Hag is daar ook niet echt over te spreken, lijkt me. Kruiswijk. Room. Een paar goede reddingen verricht. Kansloos bij die 1-0. Het is al met al, nou, zo'n kleine 25 minuten spelen, een aantrekkelijke wedstrijd hier. Twee ploegen die willen aanvallen wanneer het maar even kan. Nakamba greep nog wel in, maar hier is Barazit. Gaat dan om Nakamba heen, alsof hij niet staat. Krijgt hem weer terug. Wat keurig gevoel, want Jansen moet het afmaken. Room is een uitstekende doelman. Wat een prachtige aanval van Utrecht met een hoofdrol weer voor Barazit. Jans, afgetroefd door Room. Nakamba voorbij. Kort gecombineerd met Ramselaar. Oog voor Jansen. En Room heeft ook oog voor Jansen. En dat is dan weer pech voor de aanvoerder van Utrecht. Maar goed voor Vitesse. Ja, dat scheelde inderdaad niet voor. Prachtige avond. Goed verdedigd ook door de doelman. Ayoub probeert het van 20 meter. Doet daarmee bekerpijn. Binnendoor gekomen. En Gagnoni laat zich aftroeven. Ruiter redt de meubels. Gagnoni, die jonge linksachter bij Utrecht. Niet voor de eerste keer onzeker ten opzichte van de toch niet veel ouderen. Want ook 19-jarige Rašića. Die komt binnendoor. Houdt hij vast. Dan heeft hij daarna een mazzel. Dat Strieder en Ruiter het oplossen. Hier, vasthouden. Nijhuis laat begaan. Omdat Letcher daar nog uiteindelijk de sliding inzet. Komt het allemaal goed voor Utrecht. We zijn weer aan de andere kant bij Ramselaar. Dat was doorzien door Rašića. Rašića, moet ik zeggen. Van der Maan. Dix. Nakamba, Kruiswijk, rustig de ruimte daar bij Olinik. Nathan. Ayoub. Van de bal gelopen, maar dat doet Olinik blijkbaar middels een overtreding. Protesteert hij. Bij het bal genomen. Tempo ligt hoog. Veel fouten. Misschien wel daardoor, maar ook veel hele mooie dingen. Alarmfase 1, denk ik, bij Vitesse op dit moment. Want daar is Ayoub weer. En hij is er ook weer. Maar goed, daar zullen ze zich nu toch wel tegen wapenen. Ayoub. Het gaat nu heel anders, veel verder. Barazit kan wel aannemen, maar valt dan van de bal af. Is een beetje uit balans. Maar ook hier weer aanwezig om Nakamba het verder spelen te beletten. Maar maakt daarbij een overtreding. Ook hier de vrije trap alweer snel genomen.
Van der Waarden. De een beschermt de bal, de ander gaat ermee van tussen. Kluiver met een mooi technisch hoogstandje. Kwam er aardig uit. Eerst samen met Ramselaar en dan zelf. Maar het is een beetje typerend voor wat er vanmiddag gebeurt. We zien de mooiste momenten en ook weer de raarste missers. Het is verenigd in één beweging van Kluiver. Maar het maakt het wel bijzonder amusant. Strieder. Rico Strieder. Bal naar Letschert. Zo is het dus. Het ontloopt elkaar niet zoveel. Vitesse wat meer de bal. Letschert even vastgepakt. Ramselaar. Lang gelopen met de bal, waardoor het ook weer veranderen wat lastig wordt. Van der Marel. Jansen. Cagnoni. Daar hield het veld op. Geen gelukkige wedstrijd voor hem tot nu toe. Het had allemaal nog erger kunnen zijn als dat vastpakken was bestraft. En als Rasica daardoor had gekund. Strieder. Eigenlijk daar een mannetje te veel bij Utrecht. Die Strieder die daar toch dicht tegen zijn eigen verdediging aan blijft. En dan blijft dat 5-3-2 patroon gehandhaafd. Haller. Letschert, Ayoub. Strieder. Ayoub. Opgejaagd door Beker, draait hij weer terug. Jansen, Ayoub. Ayoub nog een keer. Goed gegeven aan Barazit. En die voorzet wordt daar half en half weggewerkt door Dix. Nadat hij al van richting werd veranderd. Komt Vitesse uiteindelijk goed weg. Dit is natuurlijk geen bewuste terugspeelbal, dus mag Rome hem pakken. Weer Barazit daarbij betrokken. Ayoub. Oog voor de lopende Barazit. Dan raakt Kruiswijk die bal. En er zit Rome naast. Dix eigenlijk ook half. En dan mag dit uiteindelijk. Aan de andere kant. Een vrije trap voor Vitesse. Overtreding van Kluiver. Iets te nadrukkelijk, het lichaam erin. Beker. De hoekschoppen met links en deze net zo makkelijk met rechts. Olinik, bal terug op Kamba. Kruiswijk kwam er daarvoor. De bal was ook lang onderweg. Kazashvili met Strieder. Van Dix naar Dakamba.
Jansen kreeg de duw. Nee, Letcher natuurlijk kreeg de duw van Dauda. Het zit een beetje in de naam. Opgesloten. Ik denk dat Letcher er ook wel blij mee was daar in die hoek. Jansen. Ruiter in de richting van Haller. Die komt in botsing met Dix. Die heeft pijn aan het hoofd, dus dan stop je als scheidsrechter al eenmaal meteen. Haller daarbij betrokken. Wat gebeurt er precies? Valt allemaal mee, maar ja. Ja, daar zit toch de linker elleboog tegen het hoofd aan van Dix. Geen volledig uitgevoerde versie. Maar ik kan me zo voorstellen dat Dix daar wel last van heeft. Ook weer niet al te veel, want dan staat hij weer. Het is ook een soort reflex geworden bij spelers om bij het minste geringste contact maar eens te kijken wat daar van komt. En al ben je dan pas 18, dat zit er al in gebakken. Maar er was contact, zo is het ook. Maar Dix loopt hier weer vrolijk en paast naar Kasia. Blijber. Beker. Goed, Kazashvili het lichaam ertussen bij Strieder. Die pakt even het shirt vast, maar mag door. Bleef ook keurig in balbezit. Mooie paas van Kasia. Nog niet echt briljante acties gezien van die jonge Braziliaan daar. Nathan. En zijn tegenstander Kleiber. Komt nog alles mee. Naar voren. Niet altijd even gepolijst wat Kleiber doet, maar het is wel gevaarlijk. Voor wie dan ook. Ruiter. Olinik bracht hem helemaal naar Nathan. Ja. Olinik. Kasia. Nakamba, Rasica, aardig in de richting van Dauda. Die zou ook eens een keer een pakklare bal willen hebben. Is hier even aan de hand volgens Nijhuis. Probeer het allemaal zoveel mogelijk te laten gaan, Nijhuis. Dat zorgt meestal wel voor een hoog tempo. En zo nu en dan neem je daar als scheidsrechter ook wel een risicootje mee. Maar dat moet er maar. Moeten de spelers ook niet te veel over klagen. Kom op,
Kan Ruiter? Nee. Weer niet een echt gelukkige actie van Ayoub, maar ook Gagnoni. Dat loopt ook dit keer weer goed af. Strieder. Ayoub. Van der Maren. Richting de laatste 5 minuten van de eerste helft gaan we. Die wel weer een voetbalopkikkertje kan gebruiken. Dat komt er misschien aan met Haller voor het doel. Is Barazit. Haller nog een keer. Bal keurig teruggelegd. Maar daar staat Nakamba. En die maakt geen overtreding ten opzichte van Barazit. Vindt Nijhuis. Daar was Utrecht. Dicht in de buurt bij. Razendsnel weer gespeeld. Met Jansen erbij en Haller. Maar ja, het misverstand is hier geboren. Gleiber denkt dat daar een medespeler staat. En dan maakt Nakamba geen overtreding. Heeft daar wel de voet op de bal en daarna komt Barazit. Nijhuis laat gaan. Nathan. Ja. Krijgt hem keurig terug van Douda. En hetzelfde doet Vitesse. Bal terugleggen op de 16. Waar dan ook geen medespeler staat. Zoals het zojuist andersom was. Zeker, goed. Oliniek. Niet daar iets te lang door. Van der Marel is resoluut. Ook ten opzichte van Nathan. Die ook maar half en half inkwam. En dan loop je een kans op een blessure. Die heeft de jonge Braziliaan nu. Staat wel weer. Fout van Nakamba. Paas binnendoor. Altijd een risico. Dat moet hij goed zijn. Hij herstelt het zelf. Aan IJver ligt het niet. Aan beide kanten niet. Nathan. Oh, wat een mooie poging. Daar was iets te zien van wat hij in zich heeft. Ruiter met ingreep. Goeie ingreep. Dat ook. In één flits langs Jansen en langs Kleiber. Maar niet de bal voorbij doelman Ruiter gekregen. Kazajsman. En Olinik zo uit stand. Nog even wat minuten. Wat stilte aan beide kanten, maar Utrecht was daar een paar minuutjes geleden. En nu zagen we de poging van Olinik. Terwijl ik zag dat Douda daar nog niet aan toe is gekomen. Daar zou eventueel na rust het andere grote talent nog kunnen komen. En nog zo jong.
Ruiter. En dat vindt Nijhuis wel een mooi moment om de eerste helft te besluiten. Groot applaus van de tribunes en terecht, want het was bij tijd en wijlen zeer fraai. Met name als hij erbij betrokken was, Barazita. Ging ook wel wat fouten links en rechts, maar dat hoort bij voetbal. Spel van fouten. Jansen 1-0. Kasia zorgde een paar minuten later voor 1-1. De aanvoerders van Utrecht en Vitesse hebben gescoord. De eerste helft die veel belooft voor het tweede gedeelte. We gaan hier even 15 minuten wachten totdat we weer mogen beginnen aan de tweede helft. Terug naar Amsterdam, terug naar Twan. Israëlië die komt in de plaats van Kazajshvili. Geroutineerde jongen, Kazajshvili. Interlands gespeeld met Georgië. En zelfs ook gescoord. Haller was ook op dreef voor Jong Frankrijk. Oh. Ja, die leek wel op iemand. Sheran Yeni, dus dat is de wijziging die er is bij Vitesse, bij Utrecht. Geen veranderingen vooralsnog. Nijhuis kijkt of iedereen er is. En Utrecht begint aan de tweede helft. Met Letschert. De trap van Ruiter is te ver voor Barazit. Barazit die een prachtige eerste helft kende. Ook nog bij Vitesse speelde trouwens. Het seizoen 2010-2011. Nogal wat voetbalavonturen heeft beleefd. Maar nu dit seizoen pas echt laat zien wat hij kan. En dat is veel. Kluiber. Strieder. Doorgelopen is Ayoub. Ayoub met Yeni bij zich. Die is hier aardig kwijt. Maar uiteindelijk komt de Vitesse. Een trap naar voren van Dix. Uit het probleem. Voor nu. Letschert vond Barazit. Ayoub. Haller. Van der Marel. Jansen probeerde het snel door richting Ramselaar. En Gagnoni trapt die bal nog even een stuk verder weg. Niet dat dat tegenwoordig zin heeft, want zijn ballen zat. Ik slordig van Kasia. Ayoub. Hij haalt Dix. Ah, Utrecht mag gooien. Hij toch nog de bal. Dix onder druk van Barazit. En dus wordt het weer een hoekschop. Nou ja, weer. Eerste naar rust, maar Utrecht heeft een paar gevaarlijke gehad. Eén keer uit gescoord. Nu
Gaat Barazic dat doen? Beweging bij Haller. Letchet is er ook. Het gaat naar Ayoub. Bal op de hand gespeeld bij Beker. Maar op de hand gespeeld met het... geen beweging die kant uit, dus mag het door. Dan wordt Nathan niet bereikt. Omdat de Ruiter oplet. Ja, hij wil van alles. Er zijn voorbeelden te over in het weekend. Waarop de ene keer wel en de andere keer niet wordt gefloten. Ayoub. En let. Nou ja, volgens mij krijgt hij niet eens op zijn hand. Nogmaals, Ayoub. Ja, inderdaad, nu wel te zien de rechterhand en zo in die vertraging te zien. Alsof hij hem er ook nog een beetje mee controleert. En dan valt de commotie allemaal wel weer te begrijpen. Maar Utrecht krijgt niks. Ja, de ingooi hier. Nou, wie komt er uit de problemen? Vitesse. Een beetje. Douda is gelopen en dat doet hij niet voor niks. Ruiter let ook op, maar er is ook gevlacht. Dus hoefde het allemaal niet. Dan raakt Van der Marel die bal nog aan. Hij was al buiten spel op het moment van spelen. Ja. Zo we zien. Valt van beide kanten wat te zeggen. De bal hangt. Of de arm hangt langs het lichaam. En dan moet hij hem anders laten. Maar het leek er wel een beetje op alsof hij hem controleert. Kleiber. Kleiber in één beweging langs Nathan. En dan nu de voorzet. Voorbij aan Ramselaar en dan Haller die hem niet goed raakt. Maar dan is daar toch nog Ramselaar. Hij zorgt voor 2-1 bij Utrecht. Zesde minuut na rust. Thuisploeg weer op voorsprong. Niet de beste uitverdedigd daar bij Vitesse. Strieder. In één beweging is Kleiber er langs. Dan mist Haller de bal volledig. Maar dan krijgt Ramselaar de voet er nog tegenaan. Haller mist. Hakje van Barazic. En waar het eigenlijk helemaal mis lijkt te gaan, pakt het uiteindelijk goed uit. Ramselaar. Dat is een aardige productie voor de jongeman. Vitesse moet weer aan de achtervolg. Overtreding van Stil. Het was een mooie actie van Kleiber. Waarmee hij ook in één beweging kan staan. Dreiging is er steeds bij hem. Niet alles lukt. Maar hij is aanvallend. Een duchtig wapen. De voorzet was ook niet slecht. Haller mist. Room kon Barazic nog tegenhouden, maar Ramselaar niet. Uiteindelijk is dit dan toch de beste oplossing. We
achteren wel lang mee. Timo Letti. De jonge Dominique Solenke. Solenke zal wellicht ook wel komen bij Vitesse. Spits. Douda die werkt hard. Maar is nog niet gevaarlijk geweest. Dat is niet aan hem alleen te wijten. Ik kan me toch ook niet herinneren dat hij echt in stelling is gebracht. Nathan, zou dat kunnen? Zijn paasje is niet goed. Nakamba werkt hard om dat te herstellen. En alsnog de vrije trap voor Utrecht. Dat er geen voordeel kwam. Goeie paas van de Marel, goede aanname Kleiber. Weer is Nathan uitgespeeld. Ja. Kasia weet dan in te grijpen. Nathan is een begenadigd aanvaller. Het is natuurlijk geen verdediger. Kiest hier verkeerd positie. Is wel ijverig, rent er achteraan, maar is te laat. Aanvoerder Kasia repareert een beetje, want het is wel weer een hoekschop voor Utrecht. Te nemen door Ayoub. Room met twee vuisten. En daar is Nakamba. Die had de bal eerder moeten spelen. Olinik. Nakamba. Ingreep van Gagnoni. Ramselaar. Het even vastgehouden, maar het spel gaat verder. Douda, weg van Jeni. Douda met Bertschut. Terug naar Rasica. Nakamba. Weghaald door Van der Marel. Trap van Kasia. Nakamba. Voelt er veel energie in. Douda daar de bal kwijt. Barazit. Ramselaar. Barazit. En dan is het gevaarlijk. Haller. Nog niet te veel van gezien. En ook nu afgetroefd. Jansen, half en half aangetikt, maar hij mag door en hij gaat door. Geeft hem ook, wilde ik zeggen, goed voor, maar zo is het niet. En zo kan Vitesse weg via Nathan. Kleiber laat hem lopen, vertrouwt op Van der Marel en dat is een goede keus. Leek even in de verleiding Kleiber, hier weer aan de bal om de overtreding te maken op de snelle Braziliaan, maar dat liet hij. Dat was wel zo verstandig. Niet van de ene kant naar de andere kant op dit moment. Gagnoni. Voordat Rasica wat komt. Douda gaat inderdaad vertrekken. En daar komt de jonge Dominique Solenke. Maakt er veel indruk in de jeugd. In Londen. En veel doelpunt. En hij lost dus Douda af, het punt van de avond.
Eerste actie van Solanke. Het hakje was niet slecht. Beker komt daar ook door. Rasica. Jansen haalt weg. Druk van Vitesse. Olinik. Mooi de bal laten lopen door Nathan. Daar is Olinik. Maar ook Kleiber die daar keurig de bal richting zijn doelman gleed. Was nodig. Want er lag ruimte. Kasia. Onderschept door Ayoub. Barazit. Ayoub. Kruiswijk troeft Haller af. Rustig gevoetbald door Strieder en Van der Maan. De paas van Haller die niet goed is. Maar ook de 1-2 tussen Rasica en Solanke kwam er niet uit. Hoog tempo van beide kanten. Het is weer dat heerlijke spektakel dat het in de eerste helft ook lange tijd was. Meeste tijd. Kleiber. Keurig gewacht. Jansen gelopen. Barazit. Mag in beweging weer. Ayoub. Krijgt de tijd om de bal nog zo te leggen dat hij kan uithalen. Maar dan smoort het schot toch. Er zat meer in voor Utrecht. Nathan. Nakamba en weer Nathan. Nu heeft hij de ruimte om wat te laten zien. Krijgt hem terug. En ligt dan op de grond. En Nijhuis vindt het allemaal niks. Staat er vlakbij. Dichterbij dan Bos in ieder geval. De botsing tussen Strieder. En hij maakt duidelijk wat hij ervan vindt. Strieder, nou ja, die houdt toch vast, hè? Hij houdt vast daar op de schouder van Nathan. Dan kun je dat toch moeilijk verkopen als een Schwalbe. Dan heeft Strieder alle mazzel. Want die hand was daar. Vrije trap is voor Utrecht. Nasser Barazit. Kleiber. Jansen. Haller. De eerste middag toch veel ruzie met de bal. Maar dit doet hij goed. Jans, die probeerde hem meteen door te geven aan Ramselaar. Dat was doorzien. Wat een meters zal hij afleggen, die Jans. Dan zegt dat niet alles, maar hij maakt ze. En ze zijn nuttig voor Utrecht. Rubio Rubin komt er zo in. Bij Utrecht en Haller zal gaan. Dat is logisch vanmiddag. Nu nog niet, want hij gaat mee verdedigen nog. Kan hij nog wat
meer instructies krijgen van Erik ten Hag. Je gaat uiteraard niet wisselen als je een corner moet verdedigen. En zeker ook niet gezien het verschil in lengte tussen Haller en de man die erin gaat komen. Ook Maas en Bos overleggen nog. Vitesse maakte gelijk voor rust uit een hoekschop. Toen was Ruiter in de problemen. Ook nu wordt hij daar toch belaagd. Olinik. Agamba. Jenny. Dit dan het moment voor Utrecht, ja. Krijgt groot applaus Sebastian Haller. Maar het is voor bewezen diensten in andere wedstrijden. En het krediet wat hij opgebouwd heeft. En dat is ook volkomen terecht. Robin. Rubio, Rubin in zijn plaats. Het hield vast. En Nijhuis besluit nu dan uiteindelijk toch een vrije trap te geven. Want daar werd ook Rasica aardig onder het gras gegooid. En op een gegeven moment moet toch wel een keertje fluiten. Hier is de overtreding inderdaad van Gagnoni. Een beetje vasthouden van beide kanten, maar uiteindelijk valt hij op Rasica. Ruiter die het muurtje zet. Kasia die even gevraagd heeft of hij wel weet wat hij gaat doen. Nou, dat weet hij niet doorgaans wel. Beken. Rechts en links. Nu besluit hij toch wel maar met de rechtervoet te doen. Nou, dan zou hij wel over de muur daar en dan Ruiter kunnen verlassen. Zo dus. Ga niet omlaag. Ruiter had er ook wel het oog in, maar hoefde niet. De poging van Lewis Beker. Of hij erbij gekomen was, dat is weer een ander verhaal. Veel scheelde het niet. Bos zegt zijn mannen niet te ver terug. Kleiber. Doorjagen was van Beker. Kasia. Kasia blijft rustig. Zo komt Vitesse er toch uit. Jenny. Goeie paas. Nathan. Nathan. Moet naar het rechterbeen. En dan stopt het. Moet hij ook niet tot een echt gevaarlijke voorzet. Gagnoni kan opruimen. Halverwege de tweede helft. Het is boeiend. Beide teams hebben een paar echt hele goede voetballers. Daardoor is het af en toe smullen. En in ieder geval steeds spannend. Dan gaat lang niet altijd alles goed.
Ruben. Letzert. Overtreding was van Beker. Kruiswijk doet het enige verstandige. Hij zit op de grond, lijkt niet verder te kunnen. Sean Kleiber. Leeuwin in gesprek met Ten Hag. Al in de basis verwacht door sommige volgers die ook naar de laatste training hadden gekeken bij Utrecht. Kleiber gaat niet verder. Leeuwin komt. Puikenpartij gespeeld. Vorig seizoen uitgeleend geweest. Maar in dit spelsysteem komt hij toch prima tot zijn recht. Leeuwin in het centrum van de Manel aan de rechterkant. Jenny. Dix. Het is zoekt. Dat is een aardige poging van Kasia om Olinik te bereiken. Veel steun van de Utrecht fans. En de hoop valt voor FC Utrecht. Dat met dit soort wedstrijden, hoe dit dan ook af mogen lopen, dan wil je wat meer supporters over de streep worden getrokken. Om in het stadion plaats te nemen, want er kan nog wel wat bij. Letchert er goed tussen. Paasje was ook wat kort. Leeuwin. Valt niet mee om zo daar achterin plaats over te moeten nemen in een wedstrijd die in een hoog tempo wordt verspeeld. Het voor invallers vaak lastig daarin mee te komen. Leeuwin zal moeten. Blijft nu staan, dat is keurig. Het zou buitenspel geweest zijn, maar Letchert zit ertussen. Ayoub. Niet voorbij Dix, maar wel een ingooi voor Utrecht. Lijkt allemaal niet al te ernstig met Kleiber. Het is aan een spier, maar dan kun je beter geen risico's nemen. Voordat het verergert. Nathan. Solenki was daar wel doorgelopen, maar Leeuwin zat er goed tussen. Paasje was ook niet al te best. Strieder. Gagnoni. En Letchert. Even was daar Dix die vasthield bij Ramsla. En even was genoeg.
Ja, dat zou zin gehad hebben als Haller er nog was geweest. Een bal door de lucht. Het was aan Rubin niet besteed. Maar daar zit hij. Nou, niet zijn beste wedstrijd voor Utrecht. Maar er mag wel er een tussendoor. Letchert als laatste. Aan de richting het laatste kwartier. Lijkt toch aan beide kanten veel kracht te zijn verspeeld. Dat is niet verwonderlijk. Maar zijn ploeg zal toch nog wat moeten vinden. Konijn in ieder geval iets over te houden aan deze wedstrijd. Bal van een kater. Rasicka hield vast. Andersom, Pantic komt en Nathan gaat. Dan had je misschien Izzy Brown wel verwacht. Een vleugelspeler. Pantic kan dat ook. Kijken of die wisselingen nog wat opleveren voor de mannen van Bos. Pantic, Jeni en Solanki zijn gekomen. Daarmee is Vitesse uitgewisseld. Letchert blijft keurig overeind. Weer goed gevoetbald door Barazic. Die een open doekje krijgt. Dat is meer dan terecht. Lewin. Goed gelopen door Rubin. Beetje te gehaast gegeven. Maar Rubin mag nog een keer. Ranselaar, ook hij onvermoeibaar, maar Kasia schermt dat goed af. Maar is toch opmerkelijk, Utrecht in de aanval via Rubin, dan lukt dat niet. Komt de bal toch weer bij een Utrechter terecht en is Leeuwin zo rustig om daar weer van achteruit weer op te bouwen tot weer een volgende avond. Olinik met wel ruimte richting Van der Maren. Bal snel gegeven, dat is goed gedaan. Een kans voor Pantic. Nou, die had er wel wat meer mee moeten doen. Mooi, snel gegeven door Olinik. Een onverwacht moment. En daarmee komt Pantic in schietpositie. Al is daar wel ook Strieder in de buurt. Hij zag het, gaat voorlangs. Goede mogelijkheid. Voor Bos en de zijne. Utrecht na 4 wedstrijden op 5 punten. 2 punten minder dan Vitesse. Kan dus ook over de tegenstander heen. Niet alleen hier vandaag, maar ook in de stad. Olinik verspeelt de bal. Maar Rubin doet hetzelfde. Ook dat gebeurt veel vanmiddag. En vooral omdat dat tempo zo hoog ligt. Dix doet het toch niet zelf. Rasicka. Aardige voorzet. Daar heeft Utrecht mazzel. Raakt hij de bal, de doelman van Utrecht? Een beetje. En net voldoende.
En dan is er onmiddellijk weer de steun van de Utrecht-fans. De bal is binnen gebleven. Dus mag Pantic de bal voorgeven. Maar dat doet hij niet helemaal goed. De bal leek over de zijlijn, maar zo was het niet. Volgens de man die daar toch goed oog in zou moeten hebben. Olinik. Nou, Nijhuis. Olinik werd daar toch duidelijk tegengehouden. Maar Nijhuis kijkt er overheen of er tussendoor. Vindt het in ieder geval niks. Ja. Ik kan toch niet zeggen dat Lewin daar bezig is om een bal te spelen. Maar overwegingen van Nijhuis. Het zijn nog een keer dat hij veel toestaat. Kasia. Olinik. Kasia mee aan de linkerkant. Dan moet je wel aanspelen. De aanvoerder van Vitesse is nu weg uit het centrum. Daar staat Jeni voor Vitesse centraal achterin. Van der Maarden. De vermoeidheid, zullen we maar zeggen. Snel gegooid door Kruiswijk naar Solenke. Naar Kamba. Olinik staat voorbij aan Strieder. Aardige voorzet, voorbij aan Letschert. Razica. Jeni. Beetje last heeft Razica, vergeet niet. Ook pas 19. Jonge Albanese. Veel spelers hebben last van pijntjes en wat krampjes. September is volgens de statistieken meestal wel een goede maand volgens voor Bos. Maar vandaag lijkt er niet veel bij te komen. Al is er nog tijd en is er ook bezorgdheid bij Den Haag. We kunnen nog wel een keer wisselen. Duitser Rico Strieder. En Kasia, dat is wel duidelijk wat hij wil. De verzorging elders plaatsvindt. Het is aan Nijhuis om daar dadelijk de nodige tijd voor bij te trekken. De laatste wissel van Utrecht wordt ook voorbereid. De Strieder is de man die eruit zal gaan. Maar er nu nog even in, denk ik. Nee, toch niet voorlopig die wissel. De Strieder lijkt verder te kunnen. Komt er weer zo fris wie aan München in. En nu is er op het hout bij Vitesse. Wordt er even een veter vastgemaakt. Ja. Is dat echt niet allemaal handig, Jeni? Maar die schoenen van tegenwoordig. Afijn. Beker. Strak. Hoofd. Pantic die de beste mogelijkheid had voor Vitesse. Na rust. Jeni hield daar vast bij Rubin. Spel gaat verder. Ayoub.
Daar is Ramselaar net niet bereikt. Maar daar is nog Barazic. Dan nu toch de wissel. En Ludwig, Andreas Ludwig in zijn plaats. Dan blijft het qua nationaliteit hetzelfde. Nog een dikke 5 minuten officiële speeltijd en dan zal er ook extra tijd zijn. Maar is er genoeg voor Vitesse om nog wat te vinden? Nog een resultaat te halen? Het lijkt toch lastiger en lastiger te worden. Kost veel energie de manier waarop ze spelen. De manier waarop Utrecht dat doet. Ook. Zeker voor mannen als Jansen en Ramselaar. En Kleiber. Maar goed, die hebben de beloning voor ons nog. En dan gaat het allemaal wel wat makkelijker. Razicic. Beker. Kasia. Kruiswijk. Nakamba. Nakamba. Bezorgde Vitesse supporters. En ook hij kijkt niet echt vrolijk. Allemaal logisch met nog maar 4 minuten officieel. Zij zien het wel zitten. Kruiswijk. Olinik. Nakamba. Olinik. Dat is aardig gevoetbald, maar nu. Razicja. Letschert. Hij was daar helemaal alleen, Letschert. Met ook de doelman bij zich, maar neemt toch geen risico's. Dan zal het u niet verwonderen. Hij is verkozen tot man van de wedstrijd. Aan steun ontbreekt het de Utrecht-spelers niet. Nee, Vitesse heeft wel de bal, maar kan het ook nog gevaarlijk worden. Hij heeft dat wel in zich. Legt hem ook goed af. Schot geblokt door Lewin. Poging van Beker. Aangeven van Solijk. Dat was een aardige aanval van Vitesse. Alles op de helft van Utrecht.
En de hoekschop? Nee, niet. Ja, stond dichtbij genoeg om dat te kunnen beoordelen. Momenten genoeg voor Bos om over na te praten. Ga staan als je voor Utrecht bent. Terwijl we richting de laatste minuut gaan van de officiële speeltijd. Zou het niet verwonderen als Nijhuis zegt dat er een minuut of vier bij moet komen. Zullen we het zo zien. En Olinik blijkbaar Hens. Is het niet helemaal mee eens, krijgt Inder. Nee. Ik denk niet dat Nijhuis ervan onder de indruk is. Ruiter trapt, 4 minuten inderdaad, extra tijd. Als Room hier de bal heeft. Utrecht fans ontevreden met de hoeveelheid bijgetrokken tijd. Maar het is wel zo'n beetje wat er allemaal aan de hand is geweest. Al die wissels bijvoorbeeld. En ook nog wel het nodige oponthoud. Dan kom je wel aan die 4. Jansen troeft naar Kamba. En daar is Barazit. Weer is hij 1-2 man te slim af, maar verdient hij uiteindelijk ook een vrije trap. Dat was na die eerste beweging wel het maximaal haalbare. Dat is eigenlijk nog het enige wat ontbreekt bij Barazite dit seizoen. Het maken van een doelpunt. Hier Ramselaar en Barazite. De eerste beweging, lichaam er goed tussen. En uiteindelijk verdient hij dan de vrije trap. Dus verloopt de eerste minuut en daarmee ook wel de tweede minuut van de extra tijd voor Utrecht voorspoedig. En heeft het hier via deze positie de gelegenheid om, zoals dat zo mooi heet, aan alle onzekerheid een eind te maken. Ludwig. Of Timo, die ook toegezongen wordt. Die dus. En dat is een terechte keus. Wat een goede redding van Room. Ja, dat scheelde niet zo heel veel. Mooie vrije trap van Letschert. Goede redding van Room. Mooie zweef. Maar daarmee verloopt het allemaal erg voorspoedig voor zijn man. Het Vitesse moet verdedigen. En zij zijn van plan daar nog het nodige te gaan doen bij die corner. Nou, die is dan nu genomen. En dan verknoeien ze toch ook wel weer aardig. Laat Gagnoni zich verleiden tot het maken van een overtreding. Maakt Ayu zoveel misbaar dat hij geel krijgt van Nijhuis. Ja, een beetje dommig ook daar met 3 man die corner zo te gaan uitspelen. Dan weet je dat je daar in zo'n situatie in ieder geval, hoe onterecht dat er ook is, een scheidsrechter tegen krijgt. Kasia is daar nog. Die bal nog een keer in te brengen. Er is nog tijd. Er is nog een dikke minuut voor Vitesse. Jenny. Rom. We zitten in de laatste minuut. Kasia wordt gezocht. Kasia wint dat duel ook wel. Olinik. Olinik. Dat is niet te lopen voor Panties. Niet goed meeverdedigd door Rubio Rubin.
vieren feest. Maar er zijn nog 10 seconden te spelen. Mag Rome die bal nog een keer inbrengen? Ja. Maar dan valt hij bij Van der Marel in de handen bij Ruiter en zegt Nijhuis, nu is het oké, het is genoeg. Erik ten Hag kan het feestje gaan vieren. Zijn collega's feliciteren. Applaus is groot van de Utrecht fans. Ze hebben er keihard voor.